Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Dus je denkt toch niet dat je de enige bent die zich zo misselijk, zo... Iedereen, ik voel me verschrikkelijk kut. Pardon, ik voel me echt verschrikkelijk rot. Want we zijn zo ontregeld door dit corona gezeik. Dat iedereen de halfslachtig... Al onze energie is weg. Mijn energie is weg. Als je gezien hebt, heb ik niet zoveel geüpload deze week. Want ik had ook totaal geen zin om grappig te zijn. Snap je dat je gewoon... Weet je, in je hoofd ben... Ik ben met mijn hoofd om in druk bezig met allemaal het verzinnen van allemaal grapjes. En dat je tegen jezelf moet zeggen, luister dan. Hou je mond dicht, je bent niet zo grappig. Want niemand staat op je te wachten nu. Het spijt me heel erg dat ik niet heb geüpload. Maar ik voelde het gewoon even niet. Maar ik denk wel, weet je wat, vandaag kan ik toch heel even die camera neerzetten en gewoon lekker in de camera beginnen te praten. Want mensen, wat is er aan de hand? Dat hele corona geding, wanneer je denkt dat iets zo 1, 2, 3 voorbij gaat gaan, zitten we nog steeds midden in dat corona gebeuren. Wel, in Nederland geldt er nu een antisociaal gebod. Wilt zeggen dat we volgens mij zoveel mogelijk thuis moeten blijven. We zijn nog niet verplicht binnen te zitten. Maar dat je zoveel mogelijk je uit sociale omgevingen blijft. Wilt zeggen, blijf thuis. Keep it basic. Ga naar je werk. Ga naar huis. Ga je boodschappen halen en doe je ding. En dat is wat ik ook aan het doen ben. Ik heb gisteren 1 biggie pot bruine bonen klaargemaakt om op te kunnen invriezen, dat in ieder geval mijn vriezer gevuld is. Ik heb gisteren ook officieel boodschappen gehaald en ben gaan kijken wat ik met mijn eigen ogen nog zou aantreffen in de supermarkten. Ik moet eerlijk zeggen, op de dag 1 van we horen eventuele lockdown gaat komen, was ik al op straat gegaan om te gaan kijken in Zuid wat de situatie is in Zuid met betrekking tot die boodschappen daar. Ik heb het niet gepost, omdat nogmaals, ik vond mezelf niet grappig, maar ik vind het wel grappig trouwens wat ik gemaakt heb. Dus ik ga dit even hier inzetten. Ik zou zeggen, kijk er even na. Terwijl Nederland zich zorgen maakt over het coronavirus en iedereen aan het hamsteren is, gaat Find the Creator op pad om voor jullie te kijken hoe ernstig de situatie is in de Nederlandse supermarkten. Nou, de vraag is, naar welke supermarkt moet ik natuurlijk gaan? Ik heb gekozen voor het bekakte Amsterdam-Zuid. De gemiddelde inkomsten die liggen hier wat hoger. Dus als de rijkeren zich niet druk maken over het coronavirus, dan zal het wel echt meevallen. We gaan naar binnen en we zijn hier bij de Albert Heijn. Zuid, dus Knijn, hè? Knijn zit hierboven. Dus we gaan even kijken wat hier allemaal gebeurt. Of er echt wordt gehamsterd. We pakken even een mandje erbij. Ik weet niet of deze heel erg... Lukt het? Ah. Ik weet niet of die mandjes heel erg corona-vriendelijk zijn, maar we gaan kijken hoe de voorraad hierbij zit. In ieder geval zie ik al dat de Albert Heijn courgettes en de prei en aubergine in de aanbieding helemaal zijn uitverkocht. Dus mensen beginnen wel goed met de groentes. De aardappels zijn er ook schaars. Ik zie wel dat de wat luxere aardappels hier weg zijn, maar de goedkope basic aardappelen die liggen er nog. Als ik het al niet dacht, kennelijk zijn de mensen hier in het Zuid niet geïnteresseerd in uien en knoflook. Het is toch de basis van elk recept die je maakt. De uien en knoflook is in grote aantallen aanwezig. Je zou denken, kennelijk is het iets anders dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dat ze de hele dag aan het kauwen waren op uien. Maar kennelijk, migitingfasies, zijn uien en knoflook niet meer belangrijk. Ja, ik zal het even laten zien. Genoeg uien. Genoeg uien. Het is onaangeraakt. Nou, de groenteafdeling... ziet er vrij leeg uit. Ook hier zie ik de voorgesneden uien nog steeds liggen. Het is best ernstig. Ik zie vooral met name de luxe pakketten die weg zijn. De goedkopere mixpakketten die zijn. Dus mensen, helaas pindakaas. Ik word gevraagd niet te filmen in de winkel. Vanwege wat voor reden dan ook. Jullie weten wel wat voor reden. Maar ik ga even een rondje maken hier in de supermarkt. En dan geef ik jullie buiten even een verzameling van wat ik ben tegengekomen. Tot zo. 3 man sterk personeel komt. Meneer, niet filmen. Dus luister dat beste. Kijk, ik heb een coronamaskertje bij me hoor. Hiep. Dus ik ben gevraagd om te stoppen te filmen in die winkel. Luister dan, ik zal één foto breken daar. Maar
Ik heb nog even twee stiekem shots genomen om jullie te laten zien. Wel, als ik het wel niet dacht. Die hele kruidenafdeling is onaangeraakt. Mensen kopen fruit, mensen kopen duur vlees. Al die schappen zijn best wel magertjes gevuld. Overigens wordt er nu aangevuld, want ik zie in de verte een vrachtwagen komen. Maar al die kruiden zijn niet aangeraakt, dus die mensen zijn van plan te eten. White people, why are you like this? Why are you goddamn like this? Snap je? Dus ik wou met mijn eigen ogen zien of die kruidenschappen leeg zouden zijn. Nee, al die kruiden zijn precies onaangeraakt nog steeds daar. En die hele mondverzorgingafdeling onaangeraakt. Het interesseert zich geen moer of je mond goed of fris ruikt tijdens deze crisis. Ze raken niets aan. Tandpasta laai in die winkel. Nee. Even serieus. Luister dan, dit is één grote fatsoen. Dit wordt even een snelle Jelle Find a Creator shoplog. Want ik ga waarschijnlijk tegen meer winkelmanagers aanlopen. Die gaan me vragen om niet te filmen in hun winkel. Maar ik heb eigenlijk al gezien. Ik heb gezegd, dit is steekproef voor heel Nederland. Het bewijs waar we staan met betrekking tot het hamsteren. De kruiden worden niet aangeraakt. En mensen hebben geen interesse om hun mond goed te spoelen. Hi, Baya. Oké, jullie hebben het gezien. Ik ben uit die winkel gestuurd van luister meneer. We hebben geen tijd voor deze bullshit. Maar het zag er toch wel echt. En later wordt het weer steeds erger. Hè? Die premier Rutte met een talk waarvan niemand in Nederland begrepen heeft wat hij nou precies heeft gezegd. Wel, laat ik het vertalen voor jullie naar eenvoudig Nederlands. Wat die man heeft gezegd is iedereen gaat die kafirus krijgen. En nee, we zijn te biggie ting om winkels en supermarkten te sluiten. Ja, horeca gaat dicht en de hotelbranche is helemaal om zijn kop. Dat is eigenlijk de conclusie van dat ding. We krijgen allemaal corona. We zitten met 17, 18 miljoen mensen op zo'n klein paar vierkante meters land. Dus we gaan het hoe dan ook krijgen. Maar laat niet iedereen tegelijkertijd gaan rennen naar de eerste hulp. We gaan het niet aankunnen en je gaat gewoon dood neervallen op de grond. Niet zo heeft hij het gezegd, maar je snapt wat ik bedoel. Ik wil ook niet te veel praten over corona, ik wil alleen praten mensen, hoe voelen jullie je? Hoe voel je je? Want ik merk dat heel veel mensen nu struggelen omdat hun kinderen thuis zitten. Het onderwijs dat komt nu op hun bord terecht. En het lijkt of ik merk dat die ouders geen idee hebben wat die kinderen op school aan het doen zijn. Kababa, jullie zijn toch ook zelf naar school gegaan? En je weet toch hoe een dagritme vroeger op school eruit zag? En nu zijn jullie aan het struggelen naar mijn idee thuis om je kinderen onderwijs te geven. Wel, ik ben van mening dat je sowieso bovenop het onderwijs van je kinderen moet zitten. Dus je kan niet al te veel moeite hebben om dat systeem wat ze op school hebben nu thuis te gaan doen. Sterker nog, je kinderen kunnen zelf ook helpen, want ze weten precies hoe ze elke dag in de schoolbanken zitten en welke lessen volgen op welke lessen. Dus vraag je kinderen ook van oké, wat is het volgende stapje? Maar jullie hebben moeite met die sommetjes, hè? Vanaf groep 5 en hoger. Jullie hebben moeite om die sommetjes te maken. Ja. Ja, nu moeten jullie in die breuken, in die decimale getalen. Alles gekkigheid. Jullie struggelen. En daarnaast moeten jullie huishouden nog verder. Maar ik snap het wel, ouders, zodat jullie een beetje gefrustreerd zijn. Want je hebt 20 kinderen en al die 20 kinderen zijn thuis. Maar het zijn jouw kinderen. Je kan niet een uitdaging hebben. Je kan deze uitdaging niet uit de weg gaan. Dus veel sterkte aan jullie. En het is ook even mooi, een gelegenheid om lekker met je kinderen gewoon samen te zijn. Wees vooral samen met je kinderen. Je ziet hoe ik aan mijn neus zat toch. Mensen zitten nu niet aan jullie neus, want zo krijg je die rommels binnen. Dus wees vooral met je kinderen samen. Sommige mensen kunnen uit frustratie weten niet wat ze moeten doen. Ze vervelen zich. Ja, zoek iets om te doen. Dit zijn weken dat je misschien even aan je persoonlijkheid kan werken. Even dat boek oppak. Wat je toch al heel graag wilt lezen. Ik gebruik deze periode ook om goed na te denken over waarom ik gestopt ben met roken. Om daarover te mediteren dat ik steeds beter en goed voor mezelf moet gaan zorgen. Dus dit is het moment dat ik ook daarmee bezig ben. Ik heb mijn YouTube natuurlijk, dat is eigenlijk mijn enige uitlaatklep die ik heb. Waar ik mijn ei in kwijt kan, dat ik met jullie kan praten over hoe ik me voel. En momenteel voel ik me een beetje... Net niet. Het is allemaal gewoon net niet. I'm okay. Maar het is precies hoe jij je voelt van... Is het die onzekerheid? Ik ben heel erg realistisch in de tijd waar we nu leven. Maar is het die onzekerheid wat een beetje dwars zit van... Ja, hoe erg gaat dit nou worden? We hebben allemaal zitten we te wachten op
op het virus, dat het ons onder de ledematen komt te zitten. Maar hoe ga ik daarop reageren? Ga ik ernstig ziek daarvan worden? Ga ik veel klachten hebben? Hoe ga ik met mijn omgeving om moeten gaan? Dus ik denk dat een beetje in mijn systeem zit, waardoor ik me niet echt optimaal voel. Maar ik ben wel gerustgesteld, omdat ja, ik zit niet echt direct in een leeftijdscategorie. En mijn gezondheid is ook best wel heel erg goed. Ja, mijn lichamelijke gezondheid. Nee, eigenlijk klopt dat totaal niet wat ik zeg. Totaal niet. Mijn lichamelijke gezondheid is in een bepaald opzicht heel erg goed, maar in een bepaald opzicht totaal niet goed. Maar mijn geestelijke gezondheid, oh lieve hemel, daar wil ik niet eens over praten. Waarom denk je dat YouTube mijn therapie is en dat ik jullie nodig heb om overeind te blijven? Dus, maar om al met al, I'm staying here, I'm staying strong. I'm staying strong. En mijn fatsoen. Luister, mijn vatten drogen sowieso niet op, want ik ben een en al wandelende, ik bemoei niet, Dus die vatten zijn er genoeg. En zolang Omoe Kras een pruik nog, Tan! Want jullie denken dat Omoe Kras stil zit. Omoe Kras zit rustig te bidden en te kijken hoe hij dit gaat overleven. Kom, Rigala, breng boel, abril boel. Tan! Dus zo zit Omoe Kras hier, op zijn kantoor, met uitzicht op de Ajax Arena, die normaal gesproken Omer Lawai produceert, dat het helemaal weer klinkt in mijn kantoor. Is die arena bijzonder stil? Dat is Donja naar Mikrabasi. Mikrabasi zijn nu gevuld met bonnetjes, want rekeningen moeten worden betaald. En dan zit ik zo te berekenen met mijn telleraam. Dus voor die mensen die kinderen onderwijs geven thuis, toch? Dit is het systeem. We hebben hier, als het goed is, tussen 10, 2, 4, 6, 8, 10. Dus voor die zombololies uit Coroni, die niet weten hoe je je kinderen les geeft, laat Omoe Kras even vertellen hoe het goed werkt ook alweer. Dit zijn tientallen, twintigtallen, dertigtallen, veertigtallen, vijftigtallen, zestigtallen, zeventigtallen, tachtigtallen, negentigtallen, 100. Dus je zet alles op die telleraam, en het is een telleraam. Van naar links. En dan schuiven we 2 op 2. Dus als ik deze 2 schuif. Van die 1 tallen. Heb ik nu 2 gemaakt. Schuif ik nu hier 1. Hebben we 21. Schuif ik hier onder 1. Heb ik in feite 90 toegevoegd aan die 21. Hoeveel staat op mijn telleraam? Boy, misreed no sabi. Maar dit zijn die systemen van vroeger toch. Waar we gewend waren. Ons dingen te doen, maar tegenwoordig hebben we allemaal een vijfkaring, een apparaat waar we alles mee berekenen. Ja, het maakt lawaai. Het maakt lawaai. Maar kijk, we toch weg. Jongen, als ik je zelf van mechanica hou, dus daarom heb ik mijn rommels om me heen, toch? Maar Milo Denza niet. Maar ja, Omoe Kras leeft ook nog, hoor. Hij heeft nu even pensioen. Want ook hij is gevoelig, maar hij is wel in die leeftijdscategorie van Mokiryu. Dus wacht even. Hè? Nu, you lucky beast. Dus als Omoe Kras... Hoe ga ik doen als hij dodelijke... If Amakisa virus, dat van moet doen. Dus wacht even, mijn toekomst is 1-op-1 verbonden aan die lage oom. Dus als hij doodgaat, dan waar ben ik? Is het niet goed? Ik ga niet eens erover nadenken. Kom, spoel me back. Laat me wegspoelen met iets. Hi boy. Maar was jullie handen goed? Snap je, als je thuis binnenkomt, was je hand netjes zoals we gewend waren te doen? Ik heb het voorrecht een huis te delen met dotvies die mensen. Die hun hand die wassen. Gisteren heb ik ook geteld. 5 keer zijn mensen daar, inclusief bezoek. Inclusief mensen die niet eens in je huis wonen. Ja. Je zit hier op de bank. 3 meter, 4 meter verderop is die toilet. Je ziet mensen in die toilet gaan. Fanatiek gaan ze naar binnen. Fanatiek met diezelfde snelheid komen ze weer naar buiten. Met je ongewassen poot. Dan wil je in mijn bruine bonen komen draaien en kijken. Oh! Wat heb je gemaakt? Couscous? Ja, het is couscous wat ik heb gemaakt. Je gaat die bruine bonen niet komen vreten. Is mijn lockdown eten? Nee, geen tijd voor die bullshit. Maar zo zit ik hier in mijn studio. Praxeer hoe we dit gaan overleven. En of het echt tot horror situaties nog gaat komen. Wel, ik hoop het niet.
Mijn advies is als volgt. Ik hoop dat voor degenen die tot nu toe nog kijken in het filmpje. Waar is mijn telefoon? Ik ga jullie het volgende laten zien. Het beste wat ik jullie kan laten zien even. Als ik op mijn telefoon 5 keer druk. Kijk wat er gebeurt. Hallo, ik heb al... Zie je, kijk wat sorry hoor. Ik ga dit even annuleren. Stop met bellen. Wat zojuist gebeurd is... ik heb het geannuleerd... is degene die ik als SOS-contact in mijn telefoon heb geprogrammeerd. Elke smartphone heeft die functionaliteit, Samsung, iPhone. Die mensen ontvangen een screenshot van mijn locatie, dus waar ik ben. En de eerste hulp wordt gebeld. En waarom is dit handig? Het kan zijn dat er misschien een situatie gaat ontstaan... dat je een beroep moet doen op mensen... die je komen redden. Of er is iets met jou aan de hand. Dat alsnog omstanders of de eerste hulp of de ambulance kan kijken in je telefoon. Wie heb jij toegevoegd als SOS contact. En die kunnen dan vervolgens contact maken met je partner, je moeder, je vader. Wie je ook hebt geprogrammeerd. Dus het eerste wat je doet. Wat ik zou doen als ik iemand op de grond zie liggen. Ik kijk naar je telefoon. En dan kijk ik wie heb je geprogrammeerd om snel contact te maken. Ook wat je kan doen is, je kan functionaliteit van Apple in ieder geval, je kan je live locatie ten alle tijde delen met sommige mensen in je telefoon. Dus als je kinderen hebt en ze hebben hetzelfde telefoonbesturingssysteem als jou, je hebt een iPhone of een Android, deel je live locatie, zo weet je, in tijden van nood, in ieder geval waar die telefoon en hopelijk ook die persoon ten alle tijde is. Voor sommige mensen die Facebook niet gebruiken, ik wil niet zeggen dat je gelijk een Facebook-account moet aanmaken, maar ook Facebook faciliteert om in gevallen van ramp, stel je voor is nu een ramp, iedereen is broeia, faciliteert Facebook in zijn app dat je kan aangeven, luister dan, daar en daar is er een situatie, markeer of je veilig bent. Dus laten we ook dit soort momenten even nadenken van oké, wat is eigenlijk het stappenplan voor jezelf, voor je gezin? Heb je bijvoorbeeld kopietjes van je identiteitsbewijs misschien geplastificeerd en aan de kant gezet in een tas die je zo kan grijpen? Heb je een medicatielijst van jezelf, een kopietje? Niet alles moet bij de huisarts zijn. Heb je die dingen gewoon digitaal en ook uitgeprint veilig? Dat wanneer er iets gebeurt, dat je niet te lang hoeft te zoeken of te draaien in je huis om alles bij elkaar te sprokkelen. Regeer eens vooruitzien, je medicatielijst, je SOS-contacten, wat is je plan? Niet op het moment dat er een plan of iets uitbreekt, ga je pas verzinnen. Maar waar kan ik eigenlijk terecht? Dat zijn zaken die je al van tevoren moet hebben besproken. Van luister, oma of opa of mama of neef of nicht, als er een situatie... zo'n situatie zich voordoen, dan komen bij u of komen bij jou of jij komt bij ons. Of het is misschien veilig als in dit stadsdeel of dit gedeelte van de stad een probleem zich plaatsvindt, dat we misschien daar naartoe moeten gaan buiten de stad. Dat zijn allemaal zaken waar je over na kan denken. Wel, als hier ergens een dijk doorbreekt, ik zit op 5 hoog in mijn kantoor, snap je, zit ik hier veilig, maar ik ga niet beneden in mijn benedenwoning zitten blijven chillen tot water aan mijn neus komt. Het is vies. Dus ik chill op 5 hoog en ik heb wel ruimte genoeg hoor voor een aantal man hier in dit gebouw, maar je moet niet denken dat ik de hele wereld ga opvangen. In ieder geval, jullie snappen wat mijn boodschap is. Regeren is echt vooruitzien. En daar ben ik dus nu mee bezig, want ik heb tijd genoeg om hierover na te denken. En daar wil ik heel even graag met jullie over praten. Anyway, deze week zal ik nog wel een paar andere dingetjes uploaden. Misschien ook nog even een comedy ertussendoor. Ik ben Final Creator, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik wil een bijzonder dankjewel zeggen aan mijn vaste volgers die getrouw gewoon mijn video's altijd bekijken en delen. Abonneer op mijn kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Met het belletje aan en zo krijg je altijd de leukste dingetjes binnen. Ik ben een content creator voor op YouTube. Die heel erg gesteund wordt door de Surinaamse gemeenschap. Maar uiteindelijk iedereen kan genieten van wat ik maak. Bedankt voor het kijken, stay safe. En we zien elkaar bij de volgende update. Corona. Bye bye.